Yeah, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en vandaag is de Joint Politics. Voor we beginnen moet ik nog zeggen, jullie hebben eerst ervoor van J-Way Teen Gohan, zijn nieuwe EP Teen Gohan geluisterd. En daarna een speciale track van Vijs, Dankbaar, die Winnen heb uitgebracht op verzoek van Vijs zijn moeder. Dus bij deze, dope track. Maar ik ga het woord geven aan Anaïs. Goedemiddag, daar zijn we weer met de Joint Politics. Ik hoor mezelf niet. Je hoort jezelf niet? Nee, ik hoor mezelf niet. Even kijken. En nu? Ja, nu hoor ik me heel hard. Hij mag ietsje zachter. Ja, nou ietsje harder. Ja, zo is hij goed. Ah, oké. Ik zat een aantal weken tot een maand terug op Twitter. En toen zag ik daar mevrouw van Torenburg, die had ik eerst morgens op televisie gezien. En die had het over jeugd en criminaliteit. En ik sprak haar daarop aan, zo van, vindt u ook niet dat er meer preventief aangedaan moet worden? En ik werk met twee jeugdwerkers hier. Hoi. En mevrouw van Torenburg, die zei dus meteen, ja, nou prima, maak maar een afspraak. Dat hebben wij gedaan en ik vind dat zo sportief. Mevrouw van Torenburg van het CDA, heel hartelijk welkom. Dank u wel. Nou, we gaan beginnen, maar ik wil eerst nog even over wat anders hebben. Ik heb een beetje gekeken en geluisterd naar wat u ze allemaal gedaan heeft. En dat weten we allemaal wel een beetje, maar één kant die is toch erg onderbelicht. U werkt met straatkinderen uit Brazilië. Ja, en dat vond ik wel leuk om te vertellen, omdat jullie ook mensen hebben vanuit Brazilië die soms luisteren. Vooral mijn man doet daar heel erg veel in mee. Wat wij proberen te doen is een capoeira school in Brazilië overeind te houden. Want wij merken dat straatkinderen, die kun je wel willen laten leren. Maar ja, als je alleen maar zegt, je moet naar school, dan komen ze toch echt niet. Nee. Dus wat je beter kan doen, is een capoeira school oprichten. Wat ze fantastisch vinden. En dan gaan ze capoeira doen. Dan krijgen ze eten. En vervolgens hebben ze eten en denken ze, hier wil ik blijven. En dan zeggen ze, als je wil blijven, ga je nu ook leren. En dan trek je ze eigenlijk zo de school in. Kost geld. Dus ze proberen met capoeira-lessen en capoeira-optredens geld binnen te halen. En het is zelfs zo dat mijn man 3 maanden per jaar de beste capoeira-school naar Nederland haalt. Die spelen zelfs in de Efteling de hele zomer op zaterdagavond en vrijdagavond. Tijdens dat pleinenfestijn. En daar halen ze geld op en uiteindelijk kunnen ze daar die school weer voor overeind houden. We hebben met bedrijven stroopwafelmachines kunnen kopen daar. Dus die school die verkoopt stroopwafels vinden Brazilianen onwijs lekker. Dus zo proberen we van alles te doen om daar kinderen een toekomst te bieden. Dus daar is mijn man heel druk mee bezig en ik probeer hem altijd te helpen. En er reclame voor te maken, dus bij deze. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik zeg sowieso, ik vind dat die capoeira groep op Festival Mondiaal moet optreden dit jaar. Wellicht hebben ze gedaan eerder. Ja, zeker gedaan. Ja. Dus, voor wie het niet weet, Mondiaal is een heel groot festival met verschillende culturen. Dus eigenlijk, je hebt grote headliners waarin Pharrell ook heeft bijvoorbeeld opgetreden. Maar ook de Marokkaanse rapgroep Venner. Of hoe heet dat? Was Angolees of Ghanees? Ik weet niet. Menso Jatta. Maar het zijn verschillende... Veel culturen. Verschillende culturen komen bijeen en dat is ook in het voedsel. Dus hou je van voedsel, ga ook naar Festival Mondiaal daarvoor. Ja, fantastisch. Nou, en nog even dan over die straatkinderen, want daar kom ik toch uit bij Bolsonaro. Is dat nou een probleem op het moment om die kinderen daar te helpen? Want hij is heel erg tegen kinderen in armoede, jonge mensen in armoede. Daar wil hij heel streng tegen, ook op de LHBQTI. Ik heb het heel rijtje opgenoemd. Ja, zorgwekkend hoor. Vooral omdat hij eigenlijk niet nadenkt over hoe kan je nou mensen dan uit die armoede wegbegeleiden. Hij zegt, als je arm bent, dan ben je een drugsdealer, dan ben je een ellendeling. En daar moeten we gewoon het leger op afsturen. Dus dat is wel een zorgpunt. Daar moet je gewoon proberen om die jeugd aan de goede kant te houden door ze iets anders te bedienen. Ja. Waardoor ze niet de hele dag op straat hangen. Waardoor ze ook niet in de klauwen kunnen komen van misdaad. Maar ook niet rondzwerven, zodat ze misschien in beeld komen bij politie en justitie. Dus dat is eigenlijk waarom we het allemaal doen.
Je moet kinderen een andere toekomst bieden. Iets als ze op school zitten, kunnen ze ook niet door de militairen worden aangepakt omdat ze op straat zwerven. Dus best waar. Dat is wat we maar proberen. Nou, heel mooi initiatief. Ja. Ik heb nog even een mededeling voordat we verder gaan. Simeon Blom van GroenLinks kon helaas niet komen. Die is verhinderd door familieomstandigheden. Simeon, sterkte, en we hopen je ooit weer terug te zien. Nou, ik ga gelijk maar beginnen, mevrouw van Torenburg, want we hebben een heleboel vragen. Komt eerst een heel lang verhaal. Aan mevrouw van Torenburg. Ik zag onlangs dat u op Twitter aangaf voor het kinderpardon te zijn. U begrijpt daarom blijkbaar dat kinderen extra kwetsbaar zijn en juist zekerheid verdienen. Dit geldt natuurlijk voor alle kinderen, ook de kinderen die op jonge leeftijd of in de puberteit in aanraking komen met criminaliteit. Wanneer zij geen stabiele of veilige thuissituatie hebben, is de saamhorigheid, het gezelschap, de foute rolmodellen die ze treffen en de verleidelijkheid van veel en snel geld verdienen een gevaarlijke mix. Het is niet kwaadaardigheid wat hen drijft. Omgeving, opvoeding, scholing, begeleiding, rolmodellen. Alles bij elkaar heeft invloed op zo'n kind. Als dan de ouders of leeftijdsgenoten tekortschieten of juist een verkeerde invloed hebben, is het dan niet heel erg goed dat er voor dat kind alternatieven worden geboden. Bijvoorbeeld door contact met jeugdwerkers. Uiteraard kost dat allemaal geld. Maar hoeveel geld kost het als deze jongeren niet geholpen worden? Geen alternatieven zien. Geen positieve invloeden krijgen in het leven. Dan is er in elk geval een potentieel risico voor leed. Niet dat alleen van henzelf, maar van mogelijke slachtoffers. De samenleving als geheel. Als we vervolgens rechters, advocaten en vervolgens opsluit of in een jeugdinstelling plaatsen, kost ook allemaal geld, niet veel duurder. Jeugdwerkers zullen nooit een definitief garantie zullen zijn dat deze kinderen gered worden. Wat zij wel kunnen is vroegtijdig problemen signaleren. Erbij helpen of eventueel een andere hulpverleners inschakelen. Wat zij, de jeugdwerkers en hulpverleners, wel kunnen is een kind helpen. Inspireren tot andere keuzes. Laten zien dat er ook alternatieven zijn. Tel daarbij dan alle mogelijke problemen en leed die je daarmee kan voorkomen nog eens op. Ook al is dat uiteraard moeilijk voor te stellen. Het is vrij voorspelbaar dat dit het gevolg is wanneer kinderen jongeren ontsporen. Beter voorkomen dan genees dus eigenlijk. Bent u daar ook niet voor? En hoe denkt het CDA hierover? Nou, het is een heel verhaal. Een heel verhaal, maar het is wel een goed verhaal. Want nou, die was van Idun. Oh, kijk. Ik denk dat het daar allemaal begint. Toen ik werkte als directeur van een jeugdinrichting, toen zag ik dat er heel veel kinderen waren die totaal in de knel gekomen zijn. En als je dan die dossiers leest, dan was het heel vaak zo dat ik dacht, hoe kan het nou dat het zo lang aan het zieken is geweest, dat niemand dat op tijd heeft kunnen bijsturen en dat eigenlijk iedereen er maar een beetje naar stond te kijken tot het kind in een gesloten instelling kwam. En dat heeft wel gemaakt dat toen ik in de politiek kwam, daar kunnen we straks nog over praten waarom ik eigenlijk de overstap heb gemaakt, maar toen ik in de politiek kwam, toen dacht ik, we moeten er echt voor zorgen dat we meer investeren in die voorkant. Dat we die jeugdzorg een beetje bij de provincie weghalen. Want die zitten in een overheidslaag die eigenlijk nooit iets met sociale dingen te maken heeft. Daar past het dus helemaal niet. Dus kijken of dat meer bij de gemeente kan komen. Zodat de jeugdzorg, jeugdwerk, welzijnswerk eigenlijk allemaal in één hand zitten. En dichter bij huis. Dichter bij huis, dan zien mensen, die zijn misschien ouders verslaafd. Die hebben misschien geen aandacht voor kinderen. Ouders hebben misschien taalproblemen, weten de weg niet. Hebben andere problemen, grote schulden, waardoor kinderen niet eens een computer kunnen krijgen die ze nodig hebben voor school. Dus wij dachten, we moeten zorgen dat dat snel bij die gemeente komt. Wat ik erg vind is dat vrij snel er bezuinigd is op gemeenten. Ook op de jeugdzorg bij gemeenten. Ja, heel dus erg. Ook op het jeugdwerk bij gemeenten. Klopt. En ik vind het dus heel dom. En ik vind het altijd belangrijker dat we blijven hameren op genoeg geld naar gemeenten. Nu komt er ook weer meer geld naar gemeenten. Om ervoor te zorgen dat ze kunnen investeren in jeugdwerk. Want we zijn eigenlijk heel raar bezig in Nederland. Ik heb er eens een analyse over gelezen. Dat wij het meeste geld voor jeugd in de knel betalen aan gesloten instellingen. Nou. Dat is dus heel dom. Ja, je moet proberen moeten zijn om dat geld niet in die gesloten instellingen te investeren. Voor sommige kinderen moet het. Laten we dat echt overeind houden. Maar als we nou meer verschuiven naar het begin, kun je met hetzelfde geld
ik denk wel 100 keer zoveel doen. Ja. Wat vooral eigenlijk heel erg duidelijk is, is het grootste probleem is dat ook binnen het jongerenwerk wordt er heel vaak wordt de situatie financieel benaderd. Wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld van, er is een jongerenwerker nodig, maar we hebben geen budget ervoor, dus we gaan het niet doen. Dan is er vast wel een andere organisatie die dat overneemt, maar daar communiceren we niet door naar, want we moeten met ons eigen budget bezig zijn. En daardoor vallen heel veel jongeren tussen wel een schip. Eigenlijk, hoe heet dat? Er kan heel nuttig eigenlijk op een klein budget eigenlijk werk al gedaan worden met jongeren in te zetten. Dan praten we eigenlijk vanuit sponsors en fondsen, dat ja. idee. Ja. Maar het probleem is diegene die het moet initiëren. Want dan kijken we ook naar de hele maatschappij. Eigenlijk alles draait uiteindelijk om geld. Want ik kan mijn tijd erin steken, maar ik moet ook mijn geld verdienen. Dus als ik een 32-urige werkweek heb en daarna nog iets voor jongeren moet opzetten, dan heb ik binnen de kortste keer eigenlijk een burn-out. En dat merk ik vaak, dat het probleem is. Alles hieromheen, de kwestie is gewoon echt geld. Ja, dat klopt. En wat je bijvoorbeeld ziet, is dat we heel veel geld proberen te besteden aan eenzaamheid van ouderen. Ja. Dat is heel erg belangrijk, omdat het een soort stempel heeft, eenzaamheid. Maar ontspoorde kinderen, het geld dat je daarin investeert, is eigenlijk ook vaak een soort eenzaamheid oplossen voor kinderen. Want die hebben gewoon geen netwerk. Die hebben niemand waar ze terecht kunnen. Terugvallen. Die hangen maar een beetje rond. Worden heel streetwise. Dus enorm pittig op straat. Maar weet je, als het een jungle is op straat, moet je wel een grote bek hebben. Natuurlijk. Ja. Dus dat heb ik heel vaak gezien. Dus wij blijven hameren. Zeker ook vanuit het CDA. Maar er zijn heel veel partijen die dat proberen te doen. Op blijf investeren in jeugd- en jongerenwerk. Ga daar niet met een schraap overheen. Want als je net dat beetje geld weghaalt, kunnen jongerenwerkers helemaal niks. Ja. Wat we ook proberen, dat doe ik dan eigenlijk via de georganiseerde misdaad, gek genoeg. Je ziet dat er steeds meer panden in beslag worden genomen in gemeentes. Mm-hmm. Dat locaties, het kunnen ook hallen zijn, worden afgepakt van misdadigers. Ja. Ik probeer er steeds voor te zorgen. Geef dat dan terug aan de gemeente, zodat die daar iets goeds mee kunnen doen. Dat de mensen zien, hey, misdaad loont niet. Ik kan wel die foute kant van de drugs en de cocaïne en de heroïne en de rotzooi opgaan. Maar als ik dat niet doe, dan krijg ik een pand waar ik wat fijner mezelf kan zijn. Dus ik probeer erop te duwen. Het kabinet is nog niet helemaal overtuigd. Dus ik blijf er elke week doorkliederen. Want ik denk, als je een goed buurthuis hebt, waar jongeren terecht kunnen, waar andere mensen terecht kunnen, dat mensen denken, het niet misdaad uitvoeren loont, in plaats van misdaad plegen loont. Ja, nou heb ik wel een vraagje erover. Hè? Want die buurthuizen, dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Maar is het niet zo dat de laatste jaren, nou twee decennia, het allemaal een heel grote maatschappij is gegaan? Grote organisaties die dat regelen. En dan centraal in verschil. Dat kan in Rotterdam, Amsterdam. Maar krijg je dan ook niet, zoals bijvoorbeeld bij ons in de buurt, mogen geen buurtwerkers uit de buurt zijn. Terwijl die juist weten waar het klemt met de jongeren, waar de pijn zit en waar de problemen liggen. Is het ook niet een beetje te een verdienmodel geworden? Ik denk wel dat het soms een soort onmacht van de gemeente is om te weten wat het oplevert. En dan staan ze weer voor de gemeenteraad en dan moeten ze uitleggen, wat heeft het nou gedaan, het geld dat we hebben uitgegeven? Ik denk dat dat gewoon voor jeugd- en jongerenwerk bijna niet hard te maken is. Dit zijn de dingen die een gemeente gewoon goed moet doen. En dat kost investeringen. Maar het is wel eens een beetje de angst, duizend bloemen bloeien. Hè? Dat je dan overal iets hebt en niemand weet wat het effect is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook wel link. Zeker als je kijkt naar radicalisering. Iedereen denkt een beetje te kunnen doen wat goed is. Maar uiteindelijk weet niemand wat we wel moeten doen. Dus ik snap wel dat de gemeente wat regie wil hebben. Wat zicht wil hebben op wat gebeurt er. Maar ze moeten zorgen dat het wel kleinschalig blijft. Ik denk dat dat terecht is. Ik denk dat alle gemeenteraadsleden zich dat goed moeten realiseren. Dat ze wel een beetje kunnen sturen. Maar dat gewoon dicht bij jongeren werken moet je ook niet overvragen. Dus dat zijn ook de dingen waar wij als CDA mee bezig zijn. Hanke Bruinslot is daar heel fanatiek in om al die regels van die vrijwilligers ook weg te krijgen. Mm-hmm. Dat je gewoon ruimte hebt om wat te doen. Dat je niet meteen met je rug tegen de muur staat omdat je een VOG moet hebben die je niet kan betalen. Die moet gratis zijn, makkelijker te krijgen zijn. Niet iedereen zal een VOG hebben. Maar ja, ik had het in de gevangenis al vroeger.
Misschien een leuke anekdote. Dat ik... ik had allemaal jongens vastzitten die natuurlijk totaal ontspoord waren. En dan had ik personeel nodig. En dan zei iedereen, ja, maar het personeel mag nooit wat hebben gedaan. Dacht ik, dat schiet lekker op. Dan heb ik allemaal ontspoorde jongens die naar niemand luisteren. Want ze hebben nog nooit naar iemand geluisterd. Dan zet ik daar een groep personeelsleden op. Die allemaal uit de braafste families zijn. Die nog nooit iets verkeerd hebben gedaan. Ja, dat is een ramp. Ja, en dan denk je dat je daarmee bijstuurt. Dus ik heb in der tijd ook gezegd, zelfs tegen de minister van Justitie, ik wil eigenlijk allemaal jongens aannemen met een strafblad. Ja, rouwdouwers. Dan zei ze, ben je gek geworden? Zei ik, ja, dat klopt, maar ik ga het wel doen. Dus ik wil gewoon toestemming. Kreeg ik. Dus ik heb een aantal jongens aangenomen die gewoon een behoorlijk strafblad hadden. Keek natuurlijk wel uit waarvoor, want je moet natuurlijk wel opblijven. Ja. Maar ja, natuurlijk, een geradicaliseerde cel is natuurlijk. Dat gaan we niet doen. Maar als je een knul hebt die ook heeft gedacht, de foute kant levert me meer op, maar daarvan teruggekomen is, zo iemand komt veel beter binnen bij ons spoorde jongens dan iemand die nog nooit een pak sigaret heeft gejat. Nee, hij spreekt taal. Ja, maar ook hij kan ook echt laten zien, ik was een kant op aan het gaan. Ik had eigenlijk geen echte vrienden meer. Moest iedere keer met wantrouwen omgaan. Want uiteindelijk is het toch een soort jungle, wat ik net al zei. Terwijl als je aan de goede kant blijft, dan heb je misschien niet morgen een Mercedes. En rij je misschien een kleinere auto. Maar je kan wel elke dag naar je gezin terug. Dus als je dat vanuit je eigen voorbeeld, en dat toch een beetje stoere vent, kan vertellen, kom je toch veel beter binnen bij ons spoor, jongeren. Ja, deze jongeren die luisteren ook veel meer naar iemand die hun taal spreekt. Ja. Die echt van huis uit meteen er tegenin gaat. Sowieso. Van hé, ja, nou kop even dicht, nou is het genoeg. Ja. Eigenlijk als ik het gewoon concreet ga pakken. Als ik een wit persoon neem die in de Tweede Kamer zit. Zelf denk ik dat jongeren daar niet snel naar zouden luisteren. Puur omdat de afstand te groot is. Het paradigma is heel anders. Laten we zeggen, om een voorbeeld te nemen, Mark Rutte. Die heeft geen enkele studieschuld. Die heeft geen enkel op die manier eigenlijk het leven ervaren. Dus daardoor zal die verbinding ook nooit echt met hem gelegd kunnen worden met die jongeren. Terwijl als je iemand hebt die eigenlijk in hetzelfde paradigma hebt gezeten als die jongeren, die kan ook laten zien van, hey, je kunt eruit stappen, maar jij moet de keuze maken. Ja, zwaar. En toch denk ik, als je naar mijn politici kijkt, dan onderschatten ze wel eens wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ja. Daarom is het ook wel goed dat politici af en toe gewoon ook wat persoonlijk naar voren stappen. Ja. Als je naar de minister-president kijkt, hij geeft nog steeds, en ik vind het knap, les op middelbare scholen waar hij heel dicht bij jongeren blijft. Dus het zijn, mensen denken ook wel eens dat wij als politici allemaal wat losgezongen zijn. Maar ik heb ook gewoon twee kinderen die allemaal gekke dingen meemaken op school waar ik mee worstel. En denk, oh, moet het nou allemaal? Ja. Dus het wordt ook wel eens gemakkelijk uitvergroot hoe ver wij van gewone problemen afzitten. Omdat ze natuurlijk ook elke dag bij ons eigen huis binnenwandelen. Dat is waar. Alleen het is dus wel zo natuurlijk dat als je in Den Haag zit, in de Tweede Kamer of de Eerste Kamer, je een heel ander circuit hebt dan dat je in Amsterdam-West of Oost zou zitten. Klopt, maar overschat dat ook niet. Omdat we uiteindelijk allemaal weer naar huis gaan. Ja. En gewoon bij de supermarkt onze boodschappen doen. En kinderen hebben die met iedereen thuiskomen en alle problemen en alle ellende gewoon op de keukentafel neerleggen en bespreken. Ik een hond heb waar ik mee rondslinger door de wijk en met iedereen praat. Dus uiteindelijk is het natuurlijk zo dat ik anders woon dan dat ik het driehoog achter in een hele problematische buurt zou zijn. Maar overschat ook niet hoe groot die afstand is. Dat is, valt eigenlijk wel mee. Ik vind het heel nobel van u hoe u dit vertelt. Maar ik vind wel één ding in het verhaal. U heeft gewerkt in een gesloten inrichting met jongelui die het laagste in de maatschappij zijn. En dat heeft niet iedere politici. Nee. Nee, dat klopt, dat klopt. Er zitten ook, ik heb ook altijd gezegd, je moet eerst wat modder aan je laarzen hebben voordat je mag stappen. Ja. Ik merkte dat al toen ik net klaar was met mijn studie. Toen dacht ik, wat zou ik nou willen worden? En toen dacht ik, ik wil wel rechter worden. Nou, dus ik ben gaan solliciteren als rechter en werd aangenomen. En dan heb je zo'n lijst, zo'n A-lijst van zogenaamde mensen die ze fantastisch vinden. Die moeten echt morgen rechter worden. En een lijst waar ze nog over gingen discussiëren. Dus ik kwam bovenaan de A-lijst. En ik kreeg gewoon, toen ik sliep in mijn bed, echt geen lucht meer. Ik dacht, wat? Straks ben ik rechter. Ik weet echt helemaal niets van wat er gebeurt om me heen. Ik ga het niet doen. Dus ik heb afgebeld. En toen kreeg ik een rechter aan de lijn van die opleiding. Die vroeg of ik helemaal de weg kwijt was geraakt in de nacht. Zei ik nou eigenlijk niet. Want hoe kan ik nou rechter zijn? Hoe kan ik nou straks daar in zo'n zwarte jurk met zo'n leuk wit befje gaan zitten?
nul idee wat er in de samenleving gebeurt. Ik ben niet heel erg beschermd opgevoed, want we wonen in een grote familie met ook wel dingen die we mee hebben gemaakt, maar echt geen grote ellende. Dus ik vind eigenlijk dat ik daar helemaal niet aan toe ben. Dus ben ik advocaat geworden, heb ik allemaal shit gezien. En daarna pas dacht ik, zo, nou kan ik mijn mond open doen. Ik ben er echt van overtuigd. Je moet niet, ook niet in de politiek. Sommige mensen doen het wel. En ik vind ook dat ze het knap doen, daar gaat het niet om. Maar ik heb altijd het idee, je moet een paar keer gewoon door de ellende heen geslingerd zijn. Voordat je bagage je bij je hebben. Ja, anders kan je toch niet inleven. Gezaghebbend praten ook. Je weet het gewoon niet. Nou, dat zijn we eens. Goed, dan ga ik over naar de volgende vraag nu. Die is van Claudia Daniel. Mijn vraag zou zijn waarom er tot nu toe niks in het centrum is voor jongeren van de buurt. En dan voor de leeftijd 12 tot 17 jaar. En dat ik zelf van de buurt ben, al 40 jaar woon. En mijn tijd was het echt een pluspunt voor de buurt. Dat wil ik even uitleggen, want dit had eigenlijk voor Simeon Blom geweest. Ja, want die kent Amsterdam. Ja. Jij kan er zo op inkomen. Het is dus in de Amsterdamse buurt waar deze dame over praat, is dus een juppenbuurt geworden met veel bed and breakfast, wat vroeger een hele arme buurt is en nu het centrum van Amsterdam, he, allemaal rijkdom. Maar er wonen ook nog kinderen die die rijkdom niet hebben. Die kinderen, we hebben dan wel een buurthuis daar, maar die kinderen kunnen er niet terecht, want de enigste jeugdwerker die er was budget gekomen van het gemeentehuis, er mocht een jeugdwerker aan de slag en dat is plotseling afgeketst. De jeugdwerker is weggestuurd geworden. Nu zijn de jonge lui en dan mag jij verder gaan met problemen. Gewoon heel breed gepakt is er eigenlijk in stadsdeelcentrum geen jongerenwerk. Volgens mij Street Corner Work is wel actief. Maar voor de rest, er is geen centrum. Er is geen, hoe heet dat? Vroeger was er een tienercentrum, ook nog een tijdje een jongerencentrum, maar dat is allemaal verdwenen. En nu is er eigenlijk totaal geen plek waar die jongeren eigenlijk heen kunnen. En dan praten we van de leeftijd 8 tot en met 18 jaar, min of meer. Dat is de grootgrepen doelgroep. Dus wat is het resultaat? Ze gaan katten kwijt uithalen. Van schreeuwen rondrennen. Die jongste. Tot aan, op de openbare computers in een buurthuis porno kijken. Dat zijn echt allemaal dat soort dingen. En daarna kwam tante Trace en die schrok zich. Ja. Oh jeetje. Resultaat. Ze worden uit het buurthuis gezet. En dit gebeurt dagelijks gewoon steeds. En dat is eigenlijk een beetje de situatie kort geschetst. Ja. Nou, wat ik daarin herken. Ik ben natuurlijk een landelijk politicus. Ja. Maar wat ik wel herken is dat een paar buurten, een aantal buurten, die worden dan een beetje opgeknapt. Dan komen daar inderdaad juppen te wonen. Vervolgens komen daar Airbnb-voorzieningen, die uiteindelijk ook de buurt achteruit laten rennen. Ja, want sociaal cohesie weg. Echt ja. Helemaal weg. Dus wat wij proberen is ervoor te pleiten en ook gemeenten de ruimte geven om weer te kunnen investeren in gewone huizen in de stad. Dat gewone gezinnen in de stad kunnen blijven wonen. Want dat zijn de enigen die een stad leefbaar maken. Ja. Maar dat betekent dus ook wel dat je ervoor moet zorgen dat er geld is voor gezinnen die misschien niet in die top zitten, die leuke huiswerkbegeleiding kunnen betalen, waardoor hun kinderen van de straat zijn. Ja, en de rest zijn, gewoon op straat zwerft. Ja. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat dit nog een keer naar voren komt. Want daar moeten we ook als Haagse politici nog meer oog voor hebben. Dat die leuke juppenwijken, wat natuurlijk fantastisch kan zijn, dat trekt ook een stad op. Maar daar moeten we wel voor zorgen dat daar alle gezinnen kunnen wonen. Hm. We proberen nu die woningcorporaties wat meer lucht te geven, zodat zij kunnen investeren in gewone huizen. Ja. Waar gewoon gezinnen gaan wonen. We zijn af en toe een beetje streng, want we zien natuurlijk ook krakers die allerlei panden kraken. Sommige mensen hebben daar sympathie voor, ik helemaal niet. Want ik denk, als je dat doet, dan voorkom je ook weer dat die stad kan investeren in die panden om daar huizen te maken voor gewone mensen die in de stad willen. Maar daar wil ik even op inspringen. Ja, het is ook wel zo, wat ik weet, bij mij in de buurt bijvoorbeeld. Dat is een duurdere buurt. Dat is een arme buurt geweest, maar het is nu helemaal opgekrikt geworden. Er zijn panden die staan echt de hele tijd leeg. Er zijn panden die worden gebruikt als pied-à-terre. Dat we even naar de opera gaan een keertje. Er zijn panden die staan gewoon het hele jaar leeg. Waarom? Omdat de huisjesmelkers het lekker vinden, want het brengt geld op. Dan zeg ik weer van mijn kant, ja, dan vind ik het niet zo erg als iemand erin gaat. Mensen die een huis nodig hebben, is bij mij achtergebeurd, bij een jongelui van de kunstacademie. Die hebben toen met de gemeente in overeenstemming, mochten ze toch nog een jaar blijven wonen.
het is nog nooit zo netjes geweest daar als ja, toen die jongelui daar woonde. Nee, dat is helemaal terecht hoor. Die kanttekening moet je daarbij maken. Ik vind ook het bizar dat we steeds meer kapitalistische Russen hebben. Die hier in Amsterdam eigenlijk alle beetje fatsoenlijke huizen wegkapen. Klopt. Daar echt niet in gaan zitten. Het enige wat ze willen is dat de prijs nog meer wordt opgedreven. Ja, zodat ze het weer kunnen verkopen en binnen kunnen stromen. Ten koste van gewone gezinnen in Amsterdam. Ik zit wel eens een beetje te denken. Ik was laatst in Schotland. En daar heb je 100.000 kleine eilandjes. En dat dreigt ook allemaal gekocht te worden door kapitalisten die dan een leuk huisje neerzetten. Ja. En denken, oh, dan ga ik met mijn privévliegtuigje, fladder ik er even heen, gezellig. Maar uiteindelijk die hele buurten die gaan achteruit, want er is niks meer verder. En daar hebben ze een linkje gemaakt, hebben gezegd, je mag hier pas komen wonen als je investeert in de gemeenschap. Ja, mooi. Dus ik zit wel eens een beetje te denken, en we hebben het daar wel eens over, zou je nou zo'n constructie ook kunnen maken in die steden? Je mag hier wel een huis kopen. Maar vervolgens willen we weten wat je gaat doen voor de samenleving. Maar het is nog best lastig. Het is een beetje een puzzel. Ja, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je het? Maar ja, weet je, als we niet meer hardop gaan zeggen dat we willen. Ja, dan kom je er helemaal nooit. Helemaal niet. Dus dat is wel iets waarvan ik denk, ja, je moet eigenlijk van mensen kunnen vragen om iets te doen. Anders heb je er niks te zoeken. Eigenlijk, dat is inderdaad grappig iets wat ik al altijd roep over grote bedrijven. Van als ze hier willen komen, mooi. Investeren, banen creëren, maar. Als we dan over educatie gaan spreken, wat ga je erin investeren? Wat ga je eigenlijk voor doen? Wat doe jij voor Nederland? Want wij geven je al de kans om hier je hele bedrijf te faciliteren en neer te zetten. En alle belastingkortingen tot aan waaraan sommige organisaties zeggen dat we een belastingparadijs zijn. En de andere kant zegt dat we economisch heel welvarend zijn. Eigenlijk in die marge zitten we. Dus eigenlijk iets terug doen. Voor Nederland is misschien helemaal niet zo'n gek idee. Nee, klopt. Ik denk wel eens dat we grote bedrijven een beetje tekort doen. Het is natuurlijk altijd wel lekker, ook politiek, om ze allemaal maar af te kammen. En als ik bij die bedrijven kom, dan zie ik dat ze heel veel doen. Ik ben bijvoorbeeld altijd onwijs trots op zo'n bedrijf als VDL. Weet je, zo'n bussenmaker, zullen we even zeggen. Mm-hmm. Letterlijk de bussenmaker in het zuiden van het land. Als ik zie wat voor investeringen die doen om jongeren die een beetje kwetsbaar zijn, om die in die werkplaats een toekomst te laten hebben. Er gebeurt ontzettend veel. Maar het is te goed dat de minister-president al die gasten eens even langs heeft laten komen. Maar nou moeten ze ook leveren. Ik ben het helemaal met je eens. Laat maar zien. En als ze het doen, weet je, wat houdt ze dan tegen om het te vertellen? Want zolang ze stil zijn, weet niemand wat ze doen. Nee. En als ze geen verhaal hebben, nou, dan staan ze dus in hun hemd. Ja, zoals vorige week bij Buitenhof, die meneer. Ik weet niet, ik haal het altijd door de war, hoor. DW, hoe heet het? Nou ja, van een groot bedrijf. En die is dus voor investeren tegen de CO2. En hij heeft dus zelf een groot bedrijf en hij zegt, ik ben voor. En dus dat vond ik heel erg goed. Dan denk ik, kijk, zo hoort het. Ja, eigenlijk, voordat je verder gaat, eigenlijk wil ik gewoon op de radio nu een oproepje doen. Unilever, vertel maar. Hij geeft gratis pakjes zeep aan de buurthuizen. Of wel. Ja. Goed. Nou, dan heb je dus die buurten met die huizen. En waar dus ook jongeren zitten. Jongeren die soms al een strafblad hebben. Nou, die jongeren zitten daar, die zien al de wereld om hen heen en hun hebben dat niet. Is het dan juist niet noodzakelijk dat er jongerenwerk is in buurthuizen om dit te signaleren en te weten welke jongeren beïnvloedbaar zijn en waarom en zodoende maatregelen kunnen treffen? Eventueel in samenwerking met veiligheidscoördinator en alvast ingrijpen voor er escalatie is. Ja, maar als u zo'n strafblad heeft. Dan kom je weer op een andere samenwerking. Ik merkte dat ook vaak vanuit de jeugdgevangenis. Dat eigenlijk dat een jongere dan bij mij vast zat. En dan ging hij naar buiten. En dan was het bijna een soort koude overdracht. De deur ging open, vuilniszakje, toedeledokie. Ja. En ik vind dat je veel meer ook moet zorgen dat die jeugd- en jongerenwerkers in die inrichtingen kunnen werken. Mm-hmm. Om ze eigenlijk bijna aan de hand mee naar buiten te kunnen nemen. Dat is ook precies de reden waarom ik een behoorlijke ruzie heb gemaakt met het kabinet in debatten. Omdat die al die jeugdinstellingen wilden sluiten die in die gemeentes zitten. Wat gebeurt er dan? Is als je maar 2 of 3 jeugdinrichtingen in Nederland hebt, dan kan je die warme overdracht helemaal niet meer doen. Die instelling hier in Amsterdam zou ook dicht gaan. Nou, we hebben gezegd gehouden. Dat gaan we niet meemaken, want dan kan je toch niet meer als jongerenwerker. Wat soms ook wel eens fijn is, dat iemand even achter gesloten deuren zit. Omdat je dan een normaal gesprek met hem kan voeren. Mm-hmm. Even van de drugs af, even van die foute vrienden af. Maar dan kan je binnenkomen en dan kan je kijken met iemand, hoe ga je weer naar buiten? Dus dat is precies waarom ik zo hamer op overal in Nederland
plekken waar jongeren kunnen worden geplaatst. Ik kan nog één ding over zeggen, wat eigenlijk de reden is geweest waarom ik de politiek in ben gegaan, is toen ik directeur was van de jeugdgevangenis in Vught. Toen had ik twee soorten jongeren bij mij in huis. Jongeren die een delict hadden gepleegd. Dus die kwamen via de politie bij mij binnen. En jongeren die in de gesloten jeugdzorg zaten. Hmm. En iedereen vond het onacceptabel dat die twee groepen bij elkaar werden geplaatst. En ik snap het wel, want mensen dachten, oh, dat kan je toch niet maken dat je die bij elkaar zet. Maar ja, als je directeur bent van zo'n instelling en je ziet die kinderen van 13, 12 binnenkomen, dan was het voor mij geen klootzak die een delict had gepleegd of een zielig kind dat ontspoord was. Het waren voor mij dezelfde kinderen. Dus ik probeerde altijd niet te kijken naar wat hadden ze gedaan waarom ze bij mij kwamen, maar wat zat erachter. Maar ja, die strijd hadden we toen verloren. En toen werden er dus gevangenissen gemaakt voor criminelen en een soort klinieken voor ontspoorde kinderen. En toen dacht ik, nou moet ik naar Den Haag, want ik moet voorkomen dat we straks alleen nog maar gaan investeren in klinieken voor zielige kinderen. En we denken, nou die biases, sluit ze maar op en we horen wel wanneer ze eruit komen. Het is wel goed. Dus dat is waar ik nog elke dag mee bezig ben, om voor te zorgen dat die een beetje bij elkaar blijven. Dat jongeren die ook vastzitten in een gevangenis, ik vind het altijd nog een vreselijk woord, een justitiële jeugdinrichting gebruik ik liever. Dat je die ook bereikt, daarin blijft investeren, onderwijs erop gezet wordt. En dat je dus misschien soms wel een beetje bij elkaar zit. Want alleen dan kan je een, wat mooi heet, landelijk dekkend netwerk hebben. Dus overal plukjes jeugdinrichtingen om ervoor te zorgen dat de jeugdwerkers daarbij kunnen blijven. Hm. Dus dat is best een spannende discussie. Sommige mensen zeggen, je moet ze niet bij elkaar plaatsen. Dan krijgen ze allemaal verkeerde invloeden van elkaar. Ik denk, dat krijg je toch wel. Weet je, als je alleen een plank voor je hersens hebt, dan zie je dat het niet sowieso vaak dicht bij elkaar komt. Hm. Want of ze nou drugs gebruiken en zichzelf wat aandoen, of drugs gebruiken en de buurman in elkaar slaan, het zijn dezelfde drugsgebruikers. Ja, ja. Dus probeer dan kleinschalige voorzieningen overal in Nederland te krijgen. Want alleen dan kan je ook het jeugdwerk daar binnen laten werken. Dus daar ben ik echt heel hard mee bezig. Ik denk dat het gevaar is ook dat een heleboel mensen, en dat heb ik toch echt zelf wel gezien en meegemaakt, dat jongelui die in aanraking komen met een klein delict en daarna omgaan met mensen die een groter delict gepleegd hebben, toch wel weer sneller geneigd zijn om diezelfde criminele weg in te slaan. En ook bijleren. Ja, ik denk dat het eigenlijk betrekkelijk is. Want dat gebeurt toch wel. Dat gebeurt buiten toch wel als je niet in staat bent om dicht bij die gastjes te blijven. En natuurlijk is het zo, dat deed ik in de jeugdinrichting ook, is dat je de allerzwaarste geharde jongeren, die moet je daar een beetje bij uit de buurt houden. Ja. Dat is maar dat is gewoon een kwestie van goed management van een inrichting. Dat je die niet bij elkaar plaatst. Ja. Je kan heel veel doen. Ik had een groepje, dat heette de E-groep. We noemen dat grapschalve de guppengroep. Er zaten eigenlijk allemaal kleine kwetsbare gastjes. Nou ja, als je die nou met elkaar behandelt, dan kan je daar veel meer mee doen in zo'n jeugdinrichting. Wat ik vervolgens heb gedaan, en ik ben wel heel blij dat dat ook gelukt is, is dat we het wetboek van strafrecht hebben kunnen veranderen. Dat we niet meer heel erg bepalend kijken naar de leeftijd. Is iemand 18 jaar of ouder? Of 18 jaar of jonger? Maar dat we veel meer kijken, wat is er nou eigenlijk met iemand aan de hand? En kan dan het jeugdrecht van toepassing zijn? Ook wanneer ze een beetje ouder zijn. Oh, dat is wel goed, dus, ja. Dus eigenlijk de vraag achter de vraag noemen wij dat. Ja, nou, je zult ongetwijfeld vanuit het jeugdwerk ook wel eens gasten hebben. Die zijn dan misschien 20. Maar ja, als je daar een gesprek mee voert, denk je, jeetje, wat ben je nog een guppie. Nee, dus, maar het is inderdaad ook kijken naar de situatie, ja, de omgeving. En eigenlijk, meestal komt iemand op je af en dan zei het vanuit agressie, zei het vanuit delict, maar zit iets achter. Dat is al het beginmethodiek. Als je al met agressief gedrag te maken hebt, dan zit er altijd wel wat achter. Ja. En daarvan begint de puzzel eigenlijk erachter te komen. Wat is er aan de hand met die persoon? En wat vraagt die persoon eigenlijk indirect aan mij? Wat heeft hij nodig? Ja, dus, absoluut. Dat is een zeer herkenbaar beeld inderdaad. En daardoor zijn jongerenwerkers ook heel erg relevant. Ja, nee, zeker. Het is ook sommige, hoe heet dat? De grootste fout die ik heb gemerkt vanuit het werk is dat er mensen die niet met jongeren werken, vinden ze eng. Wegblijven. Dus zelfs tot aan buurtwerkers die wegkijken voor jongeren. Van als ik geen aandacht geef, gaan ze vanzelf wel weg. En helemaal niet gaan kijken wat hun behoeftes zijn en wat ze hun zelf nodig hebben. Dat is een van de grootste fouten waar het vaak mis doorgaat.
Ja, ik merkte zelf ook altijd dat als een jongen dan iets lelijks deed en ik wilde hem helpen, dat ik dan een hele grote bek van ze kreeg. Ja. Gewoon het standaard. En dan moest ik eigenlijk altijd wel lachen. Dan denk ik, oh ja, jij gaat nu denken dat als ik maar hard genoeg mij bij je weghoud, dat dan slaat. Angst, pure angst. Angst en denken van jij zal me ook wel weer afwijzen. Ja. Zoveel jongens die dachten, ik ga maar even lelijk tegen haar doen, ze wijst me toch wel af. Nou, als je dat dan gewoon niet doet, dan duurt het even. Ja. Ik had ook zo'n soort praatgroep in de gevangenis. Iedereen vindt het altijd een beetje te linkserig. Ik vond het altijd wel leuk. Nou, u zit hier goed hoor. Ja, maar ik ging gewoon met die gasten praten. En dan waren ze altijd een beetje zo nukkig en vonden ze allemaal niks. Maar ja, als je maar lang genoeg met ze praat en gewoon laat zien dat als ze een goed idee hebben dat ik het uitvoer. Ja, dan kom je toch langzamerhand, bouw je een beetje vertrouwen op. Maar natuurlijk moet je ook grenzen stellen. Want als ze me overvroegen, dan kregen ze ook gewoon de grens te horen. Tuurlijk. Maar ja, als je ze net een beetje serieuzer neemt en laat zien dat het er wel toe doet wat ze zeggen. Nou, dan voelen ze zich niet weer afgewezen. Ja. Want afgewezen zijn ze al zo vaak. Nee, klopt. Nee, maar dat is ook één ding eigenlijk nog voordat deze jongeren overschreeuwen. Eigenlijk alleen als ze al in de buurt zijn, merkte ik gewoon op dat sommige collega's dan een schrikreactie hadden. En dan had ik echt zoiets van, oké, ik stap liever op die jongeren af. En wat het punt is als je op die jongeren afstapt, dan ontwapent je ook op een heel groot punt. Want je doet iets onverwachts. Iets wat ze totaal niet. Waarom spreekt deze man me eigenlijk aan? Hé, hij ziet me staan. Ja. Dat alleen al is al een heel krachtig ontwapenend middel. Ja, maar ik merkte wel, daar moest je een beetje voor kennen. Ik weet nog, in Den Bosch, waar ik werkte, dan stond er wel eens een groepje Marokkaanse jongens bovenaan de roltrap druk te doen op het station. En ik weet dat de mensen dat een beetje intimideren. Ja, dan moeten ze de roltrap op en dan staat zo'n druktemakersgroepje. Maar ik heb natuurlijk heel lang gehad dat ik dan op die roltrap stapte. En dan riepen ze van boven, oh, daar komt mevrouw de directrice. Dan denk ik, oh, daar gaan we. Weet je, dat kennen ze dan. En ik zei ze gedag. En dat, ja, je moet ook een beetje met ze gewerkt hebben om te weten dat 9 van de 10 keer als ze een beetje grommen, dan. Weet je, dit is, ja, ik zeg het wel eens heel flauw. Misschien klinkt het heel hard. Maar het is net als je een. Ja, het klinkt wel heel hard, maar ik zeg het toch. Als je een hond die lelijk tegen je doet. Lelijk tegen doet. Dan worden ze alleen maar lelijker. Maar als je dus op een rustige manier gezellig met ze praat. Dan ontwapenen ze. En ik wil niet direct jongeren daarmee vergelijken. En toch zag ik dat als dan iemand. Een bozige meneer heel boos naar hem ging kijken. En zijn tas onder zijn arm klemde. Dan dachten die jongens ook, er komt weer iemand die me niet moet. Nou, dan ging hij lopen klieren. Als je gaat pinnen en die jongens stonden daar dan. En iemand ging dan heel zenuwachtig om zich heen kijken. Ik snap het wel. Maar dan gingen ze expres intimiderend erachter staan. Ja, het zijn ook gewoon klootzakjes. Dat moet je ook niet doen. Maar dat is ook het interessante. De reactie uit het reptiele brein wordt beantwoord met de reactie uit het reptiele brein. Ja, zelf ook. Dus het zijn allemaal die non-verbale dingen. Wat ik wel moet zeggen, een leuke anekdote wat ik had. Ik kwam een keer op station Roermond aan. En daar stonden ook Marokkaanse jongens heel intimiderend. En toen trok ze hun mond open en toen spraken ze plat Limburgs. Ja, goed stad, hè? Ik vond het zo schattig, ik wou ze knuffelen. Ik wou ze echt knuffelen. Nou, ik vind het altijd wel leuk. Mensen thuis weten niet hoe ik eruit zie en dat gaat ze ook helemaal niet aan. Maar ik heb wel eens gehad dat ik met een groep jongeren en dan loop ik er langs, maar ik ben er ook niet zo echt heel erg bang voor. En dat er iemand wel eens, dat heb jij wel eens gezien uit die groep, dat bij de hand doet. Dan zeg ik, hey man, wat is je probleem? En dan kijkt ze me aan van, huh? Wat is dat nou? Ja. Nee, niets mevrouw. Kijk maar, gaat u maar door mevrouw. Ja, oké, prima. Ja, Weet je, het is ook gewoon je houding, denk ik. En niet iedere jongen is meteen op uit om je aan te vallen. Tuurlijk niet, helemaal niet. Nee. Ik heb een voorstel. Als we even een paar minuten van dokter Anders Marina, stadspsychologe. Nou, ik heb gekeken, het is 7 minuten. Dus ik zeg dat we hem gewoon volledig erin gooien. En dan zou ik zeggen, gaan wij even een kopje koffie drinken. Okido. Ja, nou, tot straks. Jee, Joint Radio. Yeah, Joint Radio. Mijn naam is 9G Music en onderhand aangeschoven bij me is... Ja, met jullie red. Gezellig. Ja toch. Maar goed, het is een Joint Politics, dus Anis, doe je ding.
Woef, woef. Goed, nou, we zijn weer terug. We hebben even lekker kopje koffie gedronken. En ik zit hier met mevrouw van Torenburg van het CDA. En we hebben het over jongerenwerk en ook over jeugdcriminaliteit. En vooral de preventie daarvan. Ik zit ook met twee jeugdwerkers. Die zullen af en toe ook wel even van zich laten horen. Dat is in het eerste uur al volledig gebeurd door 9G Music. Hey. En ik hoop dat Matt Gilliard nu ook af en toe even een strijdkreet geeft deze kant op. Ja, voor €50. Goed, we gaan beginnen met Vrie, gemeenteraadslid bij 1 Amsterdam. Erg benieuwd hoe je gast denkt over minder drang en dwang. In plaats daarvan het sociaal systeem weer fors opschroeven. Beschermende wetgeving. School to prison pipeline voor Marokkaanse jongens stoppen. Ja, maar ik vind het jammer dat we soms dingen te veel tegenover elkaar zetten. Want dwang en drang is soms ook gewoon nodig. Ik zag dat wel eens als we dan ontspoorde jongeren hadden. Dan dacht iedereen, dan zetten we ze even heel kort in de jeugdinrichting. En dan gaan we daarna gewoon snel proberen het buiten weer goed te doen. Maar ja, als iemand een jaar of 16, 17 is, waar je nog nooit naar omgekeken is, dan moet je niet denken dat je in 2, 3 weken iemand bijstuurt. Dus ik wilde daarom dat ik wat meer tijd had met drang en dwang, dat iemand echt erachter kwam wat er aan de hand was. En dan liever op een titel dat de kinderrechter zei, hij moet bij je blijven zitten, dan dat de strafrechter zei, hij moet bij je blijven zitten. Want dan waren die gasten alleen maar bezig met, oh, krijg ik nog 10 dagen langer? Krijg ik nog 30 dagen langer? Krijg ik misschien nog een keer 30 dagen? Maar als de kinderrechter een jeugdzorgmaatregel oplegde, dan had ik ze langer. En daar was ik eigenlijk wel voor. Omdat als je ziet dat je maar een hele kleine tijd hebt om aan iemand te knutselen, en het allemaal een beetje te vrijblijvend is, ja, dan bereik je ze helemaal niet. Dus ik vind het altijd jammer dat we het te veel tegenover elkaar zetten. Dus het moet allemaal in de preventie en geen drang en dwang. Je moet allebei hebben. Goede preventie, laagdrempelig, fijne buurthuizen waar iedereen lekker met die gasten kan knutselen. Een beetje sport, een beetje meer dingen waardoor die gasten eigenwaarde krijgen. Maar als het dan misgaat, pak dan ook snel stevig door. En geef ze daarna weer een kans. Want ik heb er ook voor gezorgd dat we, als iemand vast heeft gezeten en iemand komt dan weer buiten, dat we ook de jeugd- en jongerenwerkers wat serieuzer nemen in het vertellen dat het weer goed gaat, zodat die gasten weer een kans krijgen. Want je krijgt zonder een verklaring omtrent gedrag, zo'n VOG, bijna nergens meer een baan. Dat is ook wel een punt van zorg, hoor. Ja, het is een beetje te ver doorgetrokken, hè? Ja, denk ik ook. Ik denk dat je af en toe gewoon moet weten, oké, iemand heeft op een jonge leeftijd iets fout gedaan. Dan moeten ze weer een kans hebben. Er zijn best wel delicten, zedendelicten, waarbij je misschien extra op moet letten. Daar ben ik wel van. Maar er zijn natuurlijk ook delicten als een jonge gast iemand op zijn gezicht heeft geslagen. En dat is een soort onmacht geweest. Ja, moet je dat nou de hele leven lang tegen hem blijven voorhouden? Dat denk ik dus niet. Beetje Amerikaans systeem, een gesloten jeugddossier. Nou, ik denk dat de politie er naar moet kunnen kijken. Zo ben ik wel van. Ja. Maar vervolgens moeten we ook de jeugd- en jongerenwerkers serieuzer nemen wanneer die aangeven dat het echt goed met iemand gaat. En vertrouw daar dan ook een beetje op. Okay. Dus daar ben ik altijd wel van. En we hebben ook ervoor gezorgd dat dat wat meer kan. Maar nou merk ik dat de reclassering dat nog wel een beetje bang is om te doen. Een beetje rigide in. Ja, weet je, die zijn dan toch een beetje van, ah, maar durven we dat wel? En hij heeft toch een pittig delict gepleegd? En moeten we dan wel iemand de ruimte weer geven? Want als we dat doen en het gaat mis, dan hebben we het gedaan. Dat is toch een beetje vanuit angst redeneren. Dat is niet goed. Geef ze gewoon een kans. Weet wat ze hebben gedaan. Zet er iemand bovenop en zorg dat hij een kans krijgt. Daar ben ik wel van. Oké. Daar ga ik even wat op zeggen nog. En dan hoop ik dat Matt Gilliard even... Ja, ik luister. Ja, nou. Om daarop terug te komen bij jongeren zal de ene staat zijn om de aansluiting te maken en de ander niet. De oorzaak daarvan kan financieel, cultureel, sociaal, fysiek, cognitief of psychisch zijn. Uitval van jongeren is het gevolg. Daarnaast komt het voor dat jongeren niet mee mogen doen. Zij worden uitgesloten. Voorbeelden daarvan zijn jeugdwerkeloosheid, het niet tolereren van de aanwezigheid van groepen jongeren in de openbare ruimte en racisme. Ten derde zijn er jongeren die niet mee willen doen. Een extreme variant daarvan is radicalisering. Chili, jij hebt jarenlang in JACO jeugdcentrum gewerkt. Ja. En hoe sta jij daar tegenover? Moet er een bepaalde mate van dwang toch zijn op een gegeven ogenblik bij jongeren die echt niet mee willen doen?
Laten we zeggen, we zijn eigenlijk gaan evolueren op een ander niveau, eigenlijk in principe. Jeugdwerk is niet meer een plek geven waar je rustig aan tafel voetbal kan doen en dat soort dingen. Jeugdwerk is eigenlijk nu gewoon geworden dat mensen, jongeren eigenlijk kansen krijgen of informatie kunnen krijgen waar ze naartoe moeten gaan. Ik merk ook dat jongerenwerkers eigenlijk meer tijd moeten investeren in waar de jongeren eigenlijk naartoe kunnen groeien. Jeugdwerk moet eigenlijk een naopvang zijn van een ROC of van een school. Zodat een school kan zeggen van, hey, luister, jij bent wat bekender. Jij praat met hem in de relaxtijd. En dan kan jij hem invullen wat soort werken of wat soort banen er zijn. Weet je, desnoods ga je met je persoon van je buurthuis naar een excursie toe voor een bepaalde plek toe. De wegwijs een beetje. Ja. En dan is het wat relaxer. Want uiteindelijk zit jij met meesters en juffrouws en dan ga je misschien op een excursie. Is het, lijkt het nog steeds werken en dan is het zo van, ja, het is toch niet voor mij. Maar als je met je jeugd, iemand van je buurtcentrum daar naartoe gaat, of met mensen die niet op je school zitten, maar je wel van je buurt is, en dan naar een stageplek gaat, en dan krijg je zo van, hey man, deze plek is best wel cool, man. Ja, is hype, man. Dus ja, toch een beetje zachte dwang in principe. Zachte dwang is het beste momenteel. Want ik merk nu, de maatschappij heeft helemaal geen begrip naar jongeren toe. Of weten ook niet wat ze ermee moeten. Het is gewoon van, oké, als school het niet kan, waarom kunnen wij het ook niet? Ja, zo'n punt zijn we eigenlijk gekomen, eigenlijk in principe. En ik vind dat qua jongerenwerker, dat er meer gefocust moet zijn voor toekomstopbouw. En ook, ik ben de naam even kwijt. Even gewoon ook rondvragen van wat willen die jongeren doen. Want, ik weet niet, hè. Toen ik bij Jacob was, bijvoorbeeld. Werd er nooit een vraagbox gemaakt. We hadden een vraagbox gemaakt. Dus dan gaan we gewoon een vraagbox maken. Dan zetten we gewoon random dingen. Website design. Sound engineering. Animatieles. Dan kunnen die kids dan gewoon een vinkje zetten van de dingen dat ze willen gaan doen. Moment wanneer wij 20 vinkjes op één ding. Dan gaan we een projectje, gaan we geld aanvragen, gaan we een projectje starten. Dan gaan we een excursie doen, dan gaan we kinderen daar naartoe brengen. Maar ga letterlijk naar elke jeugdcentrum en vraag als ze een suggestiebox hebben. Niet. Nee. Dus dat is totaal zonder. Je wil zeggen dat je toch wel een bepaalde mate van dwang wil ook hebben. Dus het niet geheel vrijblijvend laten. Dat jongelui gewoon maar wat rondrennen, maar ze toch eigenlijk kijk, oppakken wat en meenemen. Ja, wat ik ook wel hoor, is waar we in het begin over spraken, hè? Dat we vroeger overal in alle wijken kleine buurtcentrumjes hadden waar een beetje werd getafelvoetbald. Ja. Maar wat ik je wel hoor zeggen is, het moet wel een beetje niveau hebben. Je moet wel zorgen dat jeugdwerkers in staat zijn om, misschien zocht je naar het woord arbeidstoeleiding, weet je, dat we echt aan de hand worden meegenomen om te zien, wat is nou leuk werk? Want tegenwoordig sturend vragen we ze al. Ik heb zelf kinderen in de leeftijd dat ze echt nog niet weten wat ze willen. Maar de hele school zit de hele dag maar aan ze te trekken. Dat ze nu al moeten weten op hun 14e welke opleiding ze willen. Vervelend. Ze hebben geen idee. Nee. Ja. Dus ik kan me voorstellen, als je geen ouders hebt die dan al die scholen afgaat, dat jeugd- en jongerenwerk dat wel kan. Dat ze een beetje weten wat er nodig is. Maar dan moet je wel een hoog niveau voor hebben. Ook. Ja, nee. Maar dat heb jij wel. Het gaat niet om hoog niveau. Het gaat gewoon interesse. Ja, kijk, ik bedoel van als iemand bij mij gaat komen, toch? Wil ik interesse tonen van wat dat persoon prikkelt. Ja. Snap je? En dan ligt het ook aan mij om daar kennis op te bouwen. Want als jij jongerenwerker bent en een jonge persoon komt naar je toe, is het in principe je klant. Ja. En dan wil je die klant zo de beste service geven dat er is. En jongerenwerker is het mooiste werk dat er is. Want uiteindelijk, dat persoon wordt groot. En dat persoon komt uiteindelijk weer terug van, hey man, dankjewel voor de informatie, man. Hey, ik was hinderlijk laatst, man. Maar ik vond het, dankjewel wat je me vertelt van dat ik dit kon doen. En dat heb ik ook al een paar keer gehad. Weet je, daarom vind ik jongerenwerk heel mooi.
Maar het, mensen denken van die jongerenwerk is alleen maar één fase. Als er iemand komt, je maakt diegene comfortabel, weet je, helemaal blij. En dan zit je op een punt zo van, jongerenwerk is nazorg. Als jij niet nazorg in je blueprint zit of in je DNA om dat uit te gaan voeren, dan doe je niet jongerenwerk. Dan kan je gewoon een bediener zijn. Klaar, heel simpel. Precies. Je hebt gegeten, tot ziens, dan doei. Dankjewel. Eigenlijk als ik dan mag aanvullen, in het eerste uur heb ik dat eigenlijk al gezegd. Alles wordt heel erg in groot financieel gezien. Dan ook vanuit het jongerenwerk heel veel instellingen zeggen, oké, we hebben deze KPI's van de gemeente, dit moeten we behalen. Oké, dan gaan we dit doen. We gaan dit voor jongeren neerzetten, dit voor jongeren neerzetten, dit voor jongeren neerzetten. In plaats van dat ze binnenkrijgen, zeg maar, we schaffen een Nintendo Switch aan of een PlayStation. Onderhand ga ik met ze praten om erachter te komen, wie heb ik hier binnen? En niet vanuit de assumptie van jongeren willen dit, jongeren willen dat. Ja. Maar van, wat willen ze, wat is hun kunnen, ja, hun niveau? Ten derde ook van, wat houdt ze bezig? Dan krijg je veel duidelijker beeld van wat hun belevingswereld is en daarop inspelen. Ja, daar heb je een beetje speelruimte voor nodig. En dus gewoon wat in de positieve zin smeergeld. Ja. Nou, kleinschalige projecten lijkt me heel erg goed. Ja, maar ik hoor wel dat je moet wel zorgen dat ze iets kunnen opzetten. Dat als er genoeg jongeren zijn die webdesign willen leren, dat je dan met elkaar daar uiteindelijk naartoe kan. Misschien een beetje samenwerken is dan prima, maar die ruimte moet je wel krijgen. En kijk, soms kost dat wat meer geld, maar dan heb je een echte toekomst. Dan heb je wat goed, ja. Er is een saying in Amerika, weet je, dat is heel droog. Dat zegt mijn vader altijd, all work and no play kills. Ja. Dus je kan werken, maar je moet ook kunnen spelen. Ja. En soms kan je mensen binnentrekken om iets speels voor te leggen. En daarna, om dat speelstuk blijven houden, kan je werk voorstellen. Ja. En dan heb jij een voldoening, want je werkt voor iets en dan word je beloond. En dat is eigenlijk jongerenwerk eigenlijk in een soort compact pakje. Eigenlijk. Precies. Eigenlijk ook, hoe heet dat, wat ik bijvoorbeeld zei. Die Nintendo neerzetten, te laten spelen, maar onderhand erachter komen wat de vraag achter de vraag is. Is niet eigenlijk zozeer smeergeld of ze blij bezig gaan, maar het is gewoon een ijzerharde methodiek. Ja. Waar je later op verder kunt bouwen. Dat zijn de dingen die ze in evenwicht willen moeten zien. Want heel vaak hoor ik van, ja, we willen alleen educatieve activiteiten doen. En niet de recreatieve activiteiten komen dan er niet in balans in voor. Dus ja, als je doorschiet, dan krijg je ook weer van, is het alleen recreatief, gebeurt er niks, is het onderhouden. Maar als je tussen die twee een balans weet te vinden, dan kun je ook daarin gaan spelen met wat je met die jongeren wilt doen. Ja, maar ik denk dat het ook wel een beetje moed van de gemeentebesturen vraagt. Want soms ga je dus inderdaad leuke recreatieve dingen aanbieden aan gastjes die eigenlijk vervelend doen. En dan gaan mensen zeggen, oh, moet je die gastjes dan pamperen? En ik denk, ja. Soms moet je ze een beetje. Soms wel, ja. Omdat je ze ergens bij de staart moet kunnen pakken. Om ervoor te zorgen dat ze dan weer de goede kant op gaan. Schenk ze vertrouwen en je krijgt het waarschijnlijk terug. Net als geef respect en je krijgt respect terug. Nee, je moet soms een beetje gewoon investeren. Net een stapje meer zetten. En vervolgens kan je ze dus met zachte dwang naar een goede toekomst krijgen. Ja. Maar dat vraagt inderdaad wel moed. Dat je dus ook een beetje investeert in gasten waarvan sommige mensen zeggen, doe dat in andere mensen die wel willen. Ja, het is toch een beetje de kost gaan voor de baat. Ja. Ja, het is maar net, wat wil je investeren om er later uit te halen? Ja. Ja. Goed, dan ga ik even. Oh ja, voordat we verder gaan. Nanji Music en Magic Red, die hebben dus projecten gedaan met jongeren met muziek. Talent, ontdek je talent. Hoe was het ook weer? Talent is je wapen. Talent is je wapen, dat is sowieso een van die motto's die we erin hebben gezet. En ja, verschillende disciplines van muziekproductie tot aan theaterstukken. Dus, simulatietrainingen en dat soort dingen. Ja. Ik had in de gevangenis misschien wel leuk om misschien over te vertellen. Je moet in de gevangenis altijd, als je een overheidsgebouw neerzet, laat ik het zo vertellen, moet je altijd ook geld aan kunst besteden. Dat is zo'n leuke wet in Nederland. De 1% norm. Ik ril daarvan, maar goed, die hebben we. Nou, vervolgens moest ik een gevangenis gaan verbouwen. En ik had ineens heel veel geld om voor kunst te gaan uitgeven. Dacht ik, ja, ik ga in zo'n jeugdgevangenis toch geen beeld neerzetten. Wat hebben die kids eraan? Geen schilderijen. Nee. Dus ik had die jongens gevraagd, wat willen jullie? We willen een muziekstudio. Dus heb ik een hele creatieve muziekstudio laten bouwen. Als cultuurding. Nou, dan had ik toch ook. Konden ze plaatjes leren maken. Konden ze een beetje praktisch en doen. Mooi. Dat is eigenlijk heel leuk. Ja. Goed, we gaan over naar Lucrece vraag. Yes.
Lucrèce, lijkt me wel eens aardig om zin en onzin van strenge straffen. En wat zijn de alternatieven in de groep te gooien? Ook recht in het straatje van Torenburg, persoonlijk, althans het partijstandpunt. Ah, ik ben namelijk wel voor hard straffen. Maar dat is omdat ik geloof, waar we het net eigenlijk over hadden, is dat je soms een beetje tijd nodig hebt om jongeren bij te sturen. Wat ik dus niet wil, is dat je ze vervolgens alleen maar straft. Dat is precies de reden waarom ik ook dat jeugdstrafrecht heb gewijzigd, weten te wijzigen, adolescentenstrafrecht heb anders kunnen maken. Omdat ik wel vind dat je ze soms wat langer vast moet zetten. Maar dan moet je wel wat nuttigs mee doen. Je moet er dus voor zorgen dat je echt onderwijs aanbiedt. Door docenten die een volledige bevoegdheid hebben om echt met die gasten aan de slag te gaan. Diploma's kunnen halen. Goede zorg te besteden. Dus ik vind ook daarvan dat we soms een beetje bang zijn dat, dat zwaar straffen slecht is. Omdat het allemaal alleen maar in preventie kan. Het is niet of-of. Je moet maatwerk leveren. Of en. Ja, dus je moet ook zorgen en, dat, je soms, ja, dat je soms een beetje stevig straft. Toen dat wetsvoorstel adolescentenstrafrecht kwam, toen had ik gepleit voor een verhoging van de jeugdstraffen. Iedereen dacht, wat doet die van Torenburg? Nou, wil ze alleen maar jongeren langer in een gevangenis hebben. Ja, dat maar dacht dat deed ik ook. Ja, maar dat deed ik expres. Want ik wist dat als een rechter een jongere van 20, 21 voor zich krijgt. En gaat twijfelen, ik wil eigenlijk liever jeugdstrafrecht opleggen dan volwassen strafrecht. Dan moet ik ook wel een beetje substantiële jeugdstraffen kunnen aanbieden. Want anders zegt een rechter, ja, maar als ik hem maar heel kort kan vastzetten, dan kies ik toch liever voor het volwassen strafrecht. En dan heb je dus die jonge, kwetsbare gasten in een gewone basis voor volwassenen. Dan verliezen we veel meer. Dus ik dacht, had eerder ook al een keer gewerkt, als ik nou het jeugdstrafrecht iets ruimer maak, dat ze iets langer vastgezet kunnen worden, zullen we rechters verleiden om iets oudere jongeren sneller onder het jeugdrecht te bereiken. Zodat dus, ze dat, niet met die zware gevallen in aanraking en leren daarvan. En in een volwassen gevangenis heb je geen school. Nee. Heb je misschien wel een beetje een cursus als ze hun best doen. En veel meer alleen maar als ze deugen. Dat snap ik allemaal wel voor volwassenen. Maar sommige gasten zijn misschien wel leeftijdsgezien volwassen. Maar het zijn gewoon kneuzen. Het zijn kleintjes. En zet ze dan in een jeugdinrichting dat je daarmee aan de slag kan. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik zei, geef nou wat meer ruimte in dat jeugdrecht. Zodat ook rechters bij die wat oudere jongeren denken, kies toch voor het jeugdrecht. Ik kan hem stevig pakken, maar vervolgens weet ik dat er echt wat gebeurt. En dat is waarom ik daar altijd zo voor gepleit heb. Oké, en kunnen jullie het daarmee eens zijn? Ja, ik geef eerst het woord aan Chels. Ik zit even na te denken hoe je het formuleert. Is het de reden waarom jij langer uit het straf wil geven, is meer dat je harder wil werken naar de nazorg van het persoon? Ja. En ja, in andere woorden, ik snap hem wel. Ik snap hem heel erg goed eigenlijk in principe. Ik heb er niet zo over nagedacht eigenlijk. Want heet het... Ik ben er wel mee eens. Vanwege dat als je meer nazorg kan krijgen, dat is beter. Als een persoon jonge leeftijd niet bij een volwassen zit, dan kan hij eindelijk weer jong zijn, eigenlijk in principe. Want sommige mensen die in de criminaliteit zitten, zijn gedwongen om eigenlijk volwassen te gaan denken en meteen zware stappen te gaan nemen. Als dan de jeugdgevangenis de kans geeft om jou weer als je leeftijd te kunnen gedragen. Dat is wel interessant eigenlijk in principe. Want je wil het ook met stapjes doen. Als je nou een jeugdstraf krijgt van 3 weken... dan kan je iemand niet stap voor stap weer naar buiten leiden. Nee. Maar krijg je iemand een half jaar... dan zit hij eerst een maand vast. Dan ga je kijken wat er is aan de hand. Dan kan je kijken, kan je hem af en toe een keer verlof geven om naar een opleiding te gaan kijken. Liefst met je jeugdwerker samen. Dan kan je misschien een tijdje hebben dat je wat vaker naar die school gaat. Dan kan je uiteindelijk misschien in nachtdetentie, waar ik nog steeds een voorstander van ben, overdag naar school, 's avonds terug. En dan uiteindelijk pas echt naar buiten. Maar in 3 weken tijd kan je niks. Kan je alleen maar vasthouden. En dan weet je nog niet eens, als ze naar buiten gaan, wat er met ze aan de hand is. Dus ik pleit er altijd voor. Geef die inrichting een beetje meer tijd. Dan kan je ook stapsgewijs weer werken naar buiten. Maar je hebt gewoon de tijd nodig. En het is soms een beetje te naïef om te denken, korte straffen en dan buiten alles met ze doen.
soms moet het nou eenmaal van binnen naar buiten toe, omdat ze geen netwerk hebben. Ze moeten ook psychologisch begeleid worden om klaar te zijn voor de wereld straks. Dan moet je eerst weten wat er aan de hand is. En daar hebben we gewoon een beetje tijd voor nodig. Oké. Nogmaals, Freer. Dat is mooi. Kijk, u bent van het CDA. Dus. En ook, hoe krijgen we in het algemeen een goede, niet per se panty of religieuze moraal en of ethisch besef? Want we leven in heel kale, koude tijden. Durft jouw gast out of the box te denken? Oftewel, durft ze buiten het gebaande circuit te denken, durft ze te dromen? Altijd, altijd. Ik ga altijd gewoon uit van wat is er nu nodig? Een beetje, weet je, dit is een radiostudio waar ik niet snel kom. Nee. Maar hier krijg ik weer andere geluiden. Hier praat ik weer met andere mensen. Neem ik weer mee als ik mijn werk doe in Den Haag. Je moet gewoon altijd een beetje uit je comfortzone zijn. Ik kan wel elke keer bij leuke televisieprogramma's aanschuiven, maar dat is maar een deeltje van de wereld. Ik vind het juist leuk om in dit soort uitzendingen te komen, weer andere dingen van mensen te horen. Dus je moet ook een beetje uit je comfortzone blijven, anders is het saai. Nou, dat vind ik ook. Dus een uitnodiging voor de rest van Den Haag. Absoluut. Jullie kunnen komen. Ja, eigenlijk moet gewoon beleid worden. Kan ik twee snelle vragen stellen? Ja. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd eigenlijk in principe. Vind jij dat het schoolsysteem momenteel van mbo'ers de maatschappij goed presenteert? Oh, dat vind ik een hele brede. Daar kan ik niet zo goed antwoord op geven. Wat ik wel zie is dat sommige mbo's te groot zijn en jongeren bijna niet meer bereiken als een soort arbeidsfabriek. Mm-hmm. Maar ik zie tegelijkertijd ook wel een heleboel mbo's die er alles aan doen om juist wel kleinschalig iets te betekenen. Ik vind het belangrijker dat we die scholen veel meer koppelen aan bedrijven, zodat ze, als ze een opleiding hebben, naar een bedrijf kunnen. Dat vind ik nog veel te veel. Dat ze het elkaar te weinig gebruiken. Maar ik weet niet waar precies jouw knelpunt zit. Leg eens uit. Nee, maar dat zijn een van die dingen. Maar mijn vraag is, laten we zeggen, als jij een hbo of een gymnasium op de opleiding doet, dan zit je in een leerproces. En weet je, in een leerproces krijg je extra tijd om je dingen te gaan doen en dat soort dingen. Als je een mbo hebt, dan heb je je diploma, dan moet je meteen aan de bak. Mijn vraag is, vind jij dat de jongeren genoeg informatie krijgen in een mbo-opleiding om zich op zelfstandig in de maatschappij te kunnen functioneren? Want ik persoonlijk vind van niet. Want als ik zeg zo van... Of het genoeg inhoud heeft. Ja, ik persoonlijk vind van niet. Want als we praten over zo... heb jij ooit een sociaal-maatschappelijke opleiding gezien? Van, dat staat niet in van op welke leeftijd je jezelf moet inschrijven. Staat niet in hoe jij je aandeel kan doen in het politieke systeem. Het staat niet in wat jouw rechten zijn om jouw buurt te kunnen veranderen in de manier dat jij bijvoorbeeld een speelplaats kan krijgen of whatever. Het is eigenlijk op zich gewoon van, hey, luister, je doet de opleiding, je gaat werken en that's it. Okay. En daarom zeg ik, is een mbo-opleiding, spiegelt het echt werkelijk onze maatschappij, ja of nee? Snap je? Ik denk dat wat ik van je hoor is, en dat vind ik interessant, ik moet er gewoon zo over nadenken. Ik moet ook eens praten met Anne Kuik, die bij ons die mbo-opleiding, daar gaat ze heel vaak over. Of we genoeg... Ik zie het een beetje als een soort speelruimte wat je bij universiteit hebt. Je wordt lid van een universiteitsclub en je krijgt alle ruimte voor. Je krijgt zelfs studiepunten ervoor. Je krijgt die ruimte. En MBO heb je geen klus. Dus ik snap wat je zegt. Alleen is wel studiepunten nu tegenwoordig. Ja, studiepunten, ja. En misschien te weinig ruimte om... Ja. Weet je, wat we natuurlijk wel als CDA van zijn, is die maatschappelijke diensttijd. Ja. En we hopen dat daar dan de ruimte in zit. Ik denk zo tegen. Ja, daar moeten we het dan zo meteen eens even leuk over hebben. Ja, ik ben er namelijk van overtuigd dat als je iedereen dwingt om een tijdje iets voor de samenleving te doen, dat iedereen het gevoel krijgt van, hey, ik doe ertoe, mensen zitten op me te wachten. Dat moet juist een beetje die speelruimte zijn waar we het net over hadden. Dat je kan zien wat er allemaal te doen is in onze samenleving. Dat je een beetje ruimte hebt om misschien politiek actief te zijn. Dat je bij een bedrijf gaat werken of in een instelling gaat werken waar je anders niet komt. Dan verbreed je een beetje je horizon. Je zit niet meteen in dat kokertje van die opleiding of dit moet je doen of dat moet je doen. Dus dat is misschien een beetje een antwoord op je vraag. Maar ik vind het wel interessant om eens te kijken of die mbo'ers wel voldoende een beetje speelruimte krijgen in hun opleiding om zichzelf maatschappelijk ook te vormen. Het is misschien te veel
Je vormt je voor een baan. Ja. Maar die maatschappelijke vorming zou wat meer aandacht mogen krijgen. Maar wij als CDA doen dat dan via die maatschappelijke dienstplicht. Maar ik hoor dat niet iedereen gaat. Nee, helemaal niet. En dat om twee redenen. De eerste reden die ik noem is... Er is door de Kamer besloten dat met de participatiewet... dat bijvoorbeeld jongeren die bij hun ouders in huis wonen... terwijl die ouders een uitkering hebben... gekort worden op een uitkering. Klopt. Wat er gebeurt in Amsterdam, wat ik zelf dus mee heb gemaakt... dat mensen verteld hebben dat ze hun kinderen de deur uitdoen. Ga nou eens een jongere verplichten tot een maatschappelijke dienstplicht. Op die manier. Jij krijgt toch een ontzettende afkeer als jongere van de maatschappij... als je zelf zo behandeld wordt. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat andere probleem herken ik wel. Ja. Maar daartegenover is als je met veel meer mensen in een huis woont... die een inkomen hebben, heb je ook lagere kosten per persoon. Dus dat snap ik wel. Ik snap ook de spanning. Maar die zet ik even apart, want dat is een heel discussie over... hoe gaan we dan met uitkeringen om. Maar kijk even naar die maatschappelijke diensttijd. Ik denk dat het dus ook wel echt wel wat vraagt van de overheid. Dat we ervoor zorgen dat het betaalbaar is. Dus dat zit allemaal plus, plus, plus. Ik vind ook dat de staatssecretaris er nu nog niet helemaal enthousiast werk van maakt. Wij gaan er nog wel even op porren om er wel wat mee te doen. Want ik denk dat het juist heel goed is. Als jongeren een tijd krijgen om zich op een goede manier in te zetten voor de samenleving. Of het in een zorg is, of het is bij defensie, of het is bij een andere plek. Of in onderwijs. Er zijn zoveel plekken, of misschien wel aan het jongerenwerk. Om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn voor anderen. Dat het nou eens niet alleen maar om hen gaat. Want er zijn natuurlijk heel veel jongeren waar we vandaag vooral over hebben, kwetsbare jongeren. Maar er zijn heel veel meer jongeren die het fantastisch hebben, die nog nooit iets voor een ander hebben gedaan. Waarvan ik denk dat dat best wel eens zou kunnen. Nou, dus dat is waar we volgens mij naar moeten kijken. Maar dan komt wel gedeelte 2. Ja, maar je moet dus zorgen dat we niet alleen maar een soort verplichte aan jongeren sleutelen doen bij kwetsbare jongeren. En dat al die gastjes waar ouders rijk van zijn, die allemaal leuke dingen kunnen doen. Dat we die er maar een beetje hun gang laten gaan. Nou, dus dat moeten is elkaar het tweede. Ook ergens anders ontmoeten. Vroeger ontmoeten ze elkaar in de kerk. Alle rangen en standen. Dat hebben we bijna niet meer. We ontmoeten elkaar nou alleen nog maar in het ziekenhuis van alle rangen en standen. Zei iemand tegen mij van de week. En ik denk, je hebt nog gelijk ook. Waar ontmoet je elkaar anders dan nog? Ik heb ook in de kerk gezeten. En het was ook wel zo dat de mensen die dus veel voor de kerk deden voorin zaten. Laten we dat ook niet vergeten. Ja. Nee, maar wat ik ook heel erg vind met die sociale dienstplicht is... ik ben ook heel erg bang dat het werk verdwijnt. Dat er een heleboel mensen graag banen zouden hebben... in een verzorgingstehuis of in een ziekenhuis... En dat het verdrongen gaat worden door jongeren die moeten meedoen aan die maatschappelijke dienstplicht. Nou, voorlopig hebben we duizenden vacatures. Duizenden vacatures, mensen zijn aan het zoeken. Dat is er. Maar we hebben dus geen mensen die het willen doen. Dus ik denk dat dat probleem, als dat probleem zich aandient, dat er daadwerkelijk mensen geen baan kunnen krijgen in de zorg omdat de jongeren werken, dan wil ik hier graag weer aan tafel zitten. Okay, maar ik vrees dat de komende 20 jaar nog niet zover zijn. We moeten eerst zorgen dat we de mensen hebben. Wat ik zelf denk, wat hier het trickje aan is, het is. Participatiewet is eigenlijk ook, gingen we mensen inzetten op bepaalde werken te doen om ze weer in het ritme te krijgen en weer aan het werk. Wat het probleem is dat het heel vaak heeft geresulteerd naar mensen die eigenlijk gratis werk hebben verleend, wat vooral heel erg gunstig is voor die bedrijven daaraan uit. En ik vrees bij dit ding, als dit niet in goede banen wordt geleid, dan krijg je weer zo'n tweede structuur waar eigenlijk de jongere eigenlijk zelf niet heel veel aan heeft, maar het bedrijf wel heel veel aan heeft. En dan krijg je enthousiasme, net als de stagiaires die we inzetten, want die zijn toch gratis. Wat ik heb gezien, ik zal nog even aanvullen. Ik heb ergens gehoord dat er bijvoorbeeld een beleid is dat ze bezig zijn van... ja, we willen stagiaires eigenlijk in gaan zetten van beveiligingsbedrijven op die en die instellingen. Want dan kan er goed toezicht op worden gehouden. Maar wat er dan gebeurt is dan zeggen ze van... oh, maar dan hebben we eigenlijk maar 3 vacatures nodig van... laten we zeggen van degene die het pand gaat beheren. Of degene die daarop gaat zitten. Dus indirect gaat het wel tot een bepaalde verdringing... leiden en niet tot een volledig educatieve ervaring, tenminste, als je daar niet over waakt. Ja, maar we hadden het net over, durf je te dromen, durf je ideeën te hebben... of ben je een beetje een bange kip en ga je die kant niet op, om het even huiselijk te zeggen. Dit is eigenlijk wat ik nu hoor. Want ik ben het wel met je eens dat we moeten oppassen dat we stagiaires niet uitbuiten...
Maar dat is een hele andere discussie. Daar moeten we dus ook voor zorgen. Wat? Ik was laatst bij de kapper en ik praat met een meisje. Die kan niet eens een scootertje betalen. Die moet nog bij de ouders wonen omdat ze geen kant op komt. Terwijl het kind gewoon een fulltime werkweek heeft. Dat is uitbuiting. Dat moeten we aanpakken. Maar we moeten niet, omdat er uitbuiting is die we moeten aanpakken, bang worden voor de maatschappelijke stage. Die er juist voor zorgt dat jongeren iets kunnen doen voor een ander. Dus maar we daarom, moeten de problemen oplossen. Ik denk tegelijkertijd moeten we ook kijken hoe we jongeren een beetje kunnen verleiden om iets voor een ander te doen. Ja, ik zeg ook niet zozeer bang. Maar als je droomt, dan moet je ook nog steeds altijd kritisch zijn. Ja. En dat is het punt wat ik eigenlijk vastleggen. Want wat het punt is ook eigenlijk, mensen die dat doen of hebben gedaan, merken gewoon, weet het, je gaat het doen en je krijgt twee dingen. Weet het, je gaat naar zo'n plek toe. Je krijgt zogenaamd een jobhunter. Weet je? En ondertussen ga je dan je ambachtwerk ga je doen, toch? Nou, je zit daar zo misschien 6 maanden. En de jobhunter heeft in 6 maanden nog steeds geen baan gevonden dat bij je past. Weet je? En dan zit je daar 6 maanden, zat je de werk te doen. En dan op een gegeven moment denk je zo van, oké, waarom doe ik dit werk eigenlijk in principe? Ik snap wat ik mezelf moet inzetten. Ik snap wat ik mijn uurtjes moet inzetten. Maar die systeem draait niet echt. En daarom kijken mensen met zware afkeur of met een zure gezicht naar deze dingen. Omdat die systeem klinkt leuk in de oren. Maar het wordt niet uitgevoerd. En daarom. Ja, maar zover zijn we nog helemaal niet. Kijk, weet je. Ik zeg eerlijk, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik praat uit ervaring. Maar je hebt niet de maatschappelijke diensttijd gedaan, want die hebben we nog niet. Nee, maar ik bedoel van. Wat hadden we daarvoor? Dat je. Dat kan op stage. Ja. Participatie. Ja, participatie. Participatiewet. Ja. En dat is echt anders. Dat is gewoon sociaal. Die maatschappelijke diensttijd is echt voor jonge gasten. Die moeten goed kijken van op welke fase gaan we dat doen. Dat ze de tijd krijgen om iets voor een ander te betekenen. We zien heel veel jongeren, te veel jongeren zeg ik toch echt hier, die vooral denken, what's in it for me? Weet je, de heersertjes die nog nooit iets voor een ander hebben moeten doen. Je krijgt een hele verwende generatie als we alleen maar denken, what's in it for me? En ik denk dat we ook moeten kijken naar hoe zorg je ervoor dat die gastjes het idee hebben van, hey, iemand zit op me te wachten. Ik kan iets voor een ander doen. En daarnaast moeten we ervoor zorgen dat ze een goede toekomst opbouwen. Maar dat hele geval is gecreëerd geworden, in mijn opinie dan, dat zeg ik eerlijk, door de afgelopen jaren, door de bezuinigingen van het kabinet. Waardoor, als je kijkt naar wijken in Oost, in West, waar dus veel meer gewone arbeidersgezinnen wonen, daar zie je veel meer participatie van kinderen bij het helpen boodschappen doen met de buurvrouw, even met de buurvrouw naar het ziekenhuis, want de buurvrouw die loopt niet goed. Mm-hmm. Ga je kijken naar betere wijken, waar meer geld is, dan zie je dat die participatie amper aanwezig is. Dus het is nu wel heel leuk om te zeggen, kijk, ik vind het een prachtig idee op zich dan, hè. Maar ik ben tegen een uitvoering dat iedere jongen dat zou moeten doen. Ik vind, je moet gewoon kijken van, er zijn jongelui die hebben thuis heel moeilijk. Die moeten heel veel thuis doen. Die letten op de broertjes en de zusjes omdat mama en papa werken. Die kan je niet ook nog eens een keertje zeggen van, nou Jona, ga jij maar eens even aan de andere kant van de stad in het buurthuis zorgen voor die en die en die. Ik vind dat een heel gevaarlijk iets. Maar ik denk dat je dus ook hierin, je zal altijd moeten kijken, wat zijn de mogelijkheden van de kinderen zelf? Want inderdaad, je moet een kind niet bij zijn gezin wegtrekken als dat niet kan. Maar het zijn allemaal angstbeelden die maken dat we niet een ideaal proberen uit te werken. Namelijk zorg ervoor dat alle jongeren, niet alleen de kwetsbare jongeren, maar ook de verwende gastjes die alles krijgen, die met een iPhone X lopen, terwijl ze nog niet één dag hebben gewerkt. Weet je, zet die gastjes bij elkaar en zorg ervoor dat ze iets gaan doen voor een ander. Dat ze gewoon gedwongen worden om zich te bewijzen. Mm-hmm. Want dan kan je de rest van je leven op terugkijken dat je iets hebt gedaan in een richting waar je je misschien later in je baan niet hebt ontwikkeld. Ik weet nog heel goed wat voor een vreselijke baantjes ik heb moeten doen vroeger. 4 uur 's nachts op, bij de bakker. Al mijn vrienden kwamen langs, broodjes saté, en ik had ze gemaakt en zij aten ze op terwijl ze de hele nacht hadden zitten feesten. Ik denk dat heel goed is. Ook een beetje vormend. Dat maakt dat je de rest van je leven bagage hebt. Maar ik denk dat wij er ook allemaal wel over kunnen meepraten, ja, hoor. Maar we moeten wel voor zorgen, en ik hoor heel goed wat jullie zeggen. Let erop dat je dus zorgt dat je de kinderen niet overvraagt. Dat ze de kans krijgen. Dat je dat niet op een verkeerde, uitbuitende manier doet. Allemaal terechte dingen moeten we opletten. Maar laten we niet, omdat we daar bang voor zijn, dit mooie initiatief in de kiem smoren. Nou, daar heb ik een heel goed idee. Vraag nog. Vooruit. Ja, als je gedeelte bent van de Tweede Kamer, stel ik gewoon die vraag.
doen jullie eigenlijk zelf wel aan spiegeling van de effecten wat het beleid en de uitspraken hebben? Ja, dat gebeurt dan door vaak allerlei officiële bureaus. We hebben het Sociaal en Cultureel Planbureau, die rekent allemaal dingen door. Hoe gaat het met mensen? Ja. We hebben allerlei denktankjes. Ik moet zeggen, ik ben altijd erg fan van alle bepalingen die gaan over evaluatie van wetgeving. Mm-hmm. Dus je kan wel een mooie wet maken, maar evalueren hem ook. Zo'n evaluatiebepaling. Ja. Kijk naar 4 jaar, doet het wat het doet? Doet het het niet, moet je het veranderen. Maar we hebben wel vaak de neiging om iets enthousiaster en gedreven te werken aan een wet. En iets minder gedreven en enthousiast te werken aan de evaluatie. Ja. Dus dat is ook wat we moeten doen. Want bijvoorbeeld bij het adolescentenstrafrecht, dan zien we dat wat we moeten veranderen. Dus eigenlijk, we moeten er wel een beetje bij blijven. Waarom ik deze vraag stel is eigenlijk net dit stuk wat we hadden gesproken over jongeren die de mentaliteit hebben gecreëerd voor what's in it for me. Ja. Maar nu heb ik het contrast van een premier die zegt van jullie moeten je invechten. Vreselijke teksten. Maar dat ze eigenlijk op een lange termijn, want het is al een aantal jaar. Dat nou niet, want dan kom ik met nog meer uitspraken. Dat wil ik nu even niet doen. Een aantal jaartjes is het zo dat op lopende band dit soort uitspraken zijn gedaan. Is het dan niet gek dat jongeren een mentaliteit krijgen van ik ga vechten voor wat voor mij is, want het wordt me niet gegeven? Ja, weet je, deze premier is geen CDA'er. Dus nee. Die zal dit zeggen. Ik snap heel goed dat we jongeren ook niet moeten verlammen met het idee dat ze niks kunnen bereiken. En ik zie heel veel discriminatie. Echt, ja. Ik vind het zorgelijk dat als je een andere achternaam hebt, dat je bijna ergens niet aan de bak komt. Dus ik vind dat we daar heel veel in moeten doen. En veel meer dan nu. En ook bedrijven moeten verplichten om dat beter te doen. Maar nog steeds vind ik, als je dan eenmaal zo'n jongere hebt die het heel goed heeft gedaan, zo'n maatschappelijke stage, die heeft gezien en zelfvertrouwen heeft gekregen in hoe goed die is, die laat zich ook minder aan de kant zetten. Dus je maakt iemand mondig. Ik niks, maar ik vind, je bent eigenlijk aan het helpen om ervoor te zorgen mondig. Dat mensen niet meer om hem heen kunnen. Nee. Dan even iets, hè. Als je nou neemt die buurten waar al die juppen zijn komen wonen, of die expats, of hoe mensen wijn, ook wel. Dat zei je ook weer, witte wijn nippende juppen. Nou, daar voelde ik me heel sippende. Ik voelde me heel erg aangesproken, hoor. Ik was woedend op hem. Ik kon hem wel durgen. Oh god, dan krijg ik de AfD ook nog. Maar goed, nee, even. Ja, hij zei zelf dat hij zijn rotschop zou geven. Dus, nee, ik was je, zit nog, je zit nog in het in ik jouw vond, ik, vond, niet, nou, ik vond het heel erg, want dan ben je hier kleinschalig aan de bak om te krijgen, iets van de grond te krijgen voor je maatschappij en je omgeving. Participerend ga je te werk. En dan komt jouw minister-president en die maar zegt hem maar persoonlijk voor mij, hoor. Dat ik het heel erg vond dat ik graag het met hem op wil nemen. Nee, maar even. Kijk, de hele maatschappij op het moment is nu eenmaal zo dat kapitaalkrachtig een hele grote rol speelt in de maatschappij. Ja. Vroeger was het heel gewoon dat jongelui dingen deden. Ook voor ouders, voor familie, voor vrienden. Nu zie je dat in de maatschappij moet gepresteerd worden. Er wordt op jongeren ontzettende druk gelegd. Ja. Jongeren zien ook om hun heen dat de wereld is en zij kunnen daar dan niet in meedelen. En dat werkt ook allemaal. Ik ga het afsluiten. Ik wil nog één ding. Even dat sluit aan op wat u zei. En dat vond ik wel een hele mooie. Even kijken. Dat is, ik moet nou even moeilijk gaan doen, van de commissie van Mont-France. Die adviseert onder het motto vroegtijdig, snel en consequent. Een combinatie van preventie en repressie. Nou, dat moest ik nog even zeggen dan. Ja, dat klopt. Het is ook een combinatie. Het is niet of-of. We zijn er doorheen. Oh, kijk. Ik vond het enorm leuk dat u hier was. Ik wil u daar heel hartelijk voor bedanken. En ik vond het een heel leuk gesprek. En ik hoop dat u in de toekomst, als het weer eens over een onderwerp gaat waar u wat mee te doen hebt, weer langs wil komen. Want absoluut. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik vond het ook heel interactief, om even een mooi woord te gebruiken. Omdat natuurlijk mensen aan tafel zitten die dagelijks met jongeren werken. Ja. Dat maakt het voor een politicus ook extra waardevol om daarmee in gesprek te zijn. Met de poot in de klei, jongens. Yes. Nou, ik geef terug aan jullie en de volgende keer. Dit was eigenlijk ook al een klein beetje. Dan ga ik iets heel raars doen. Ik ga even reclame voor de tegenpartij maken. Dit was toch ook al een heel klein beetje al bedoeld voor de Eerste Kamerverkiezingen. Dat men een idee heeft hoe het CDA staat tegenover jeugd en jongerenwerk en criminaliteit. Absoluut. En de volgende keer zitten we hier met andere gasten. En dan praten we ook weer voor de Eerste Kamerverkiezingen. Mevrouw Van Torenburg, heel hartelijk bedankt voor uw komst hier. Tot ziens. Tot ziens. Yes, yes. Dat was weer veel info in 2 uur. Zoals jullie van ons gewend zijn. Dit was de Joint Radio
Volgende week zijn we weer terug met een artiest. Hoe heet dat? Ik laat nog even in verrassing wie het is. Maar hou onze Instagram in de gaten. Joint Radio FM. Jee, jee. Joint Radio.